IJssel-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Beeldwijzer, Studio 88 en Ophof Media. Ook adverteren op IJssel-TV? Vraag naar de mogelijkheden. De gemeente Zwolle trekt ruim €1 miljoen uit om 3 gevaarlijke verkeerspunten in de stad aan te pakken. Ongeveer €500.000 wordt besteed aan de fietsersoversteekplaats bij de Belvederlaan in Stadshagen. Ook de Hanekamp en de oversteek vanaf de Van Rooyensingel naar de Stadkamer aan de Zevenalleetjes worden aangepakt. De provincie betaalt mee aan de werkzaamheden.